aanblik van het in 1958 nog vruchtbare eiland Rozenburg is wel totaal veranderd. Enorme havencomplexen voor olie- en ertstankers worden daar gegraven en in deze dorre zandwoestenij wordt thans aan nieuwe welvaart gewerkt. Een gigantisch raffinaderijcomplex is reeds gereed en tankers voeren daar de ruwe olie aan. Steeds groter van afmetingen worden deze tankers. De ontwerpers van de Europoort hebben daar reeds rekening mee gehouden. Zo worden in een bouwput van 150.000 ton twee nieuwe dokken gemaakt. Verschillende secties voor een 260 meter lange en 80.000 ton metende mammoetanker liggen al klaar voor montage. In een reeds eerder gereedgekomen 110.000 tons dok op de VDSM wordt de kiel gelegd voor dit tankschip dat het grootste van Europa zal worden. De kielsectie wordt hier aan vier enorme kranen hangend als een begin in het nu nog lege dok geplaatst. De heer Verolme bezegelt de heer Smit, directeur van de Esso, dat eind 1961 deze eerste van de serie van drie supertankers zal worden opgeleverd.